Je luistert naar een podcast van Rosita Belkari En uh, nou ja, dat ben ik. En deze podcast uh, is als titel Lekker Lang Podcast. En dat betekent ook dat ik dat dus gewoon lekker lang ga doen. En niet zozeer de tijd van de podcast, maar wel uh, elke dag een podcast door de week opnemen. En kijken wat me brengt. Uh, tot nu toe uh, heb ik er nog ontzettend veel zin en plezier in. Uh, dus uh, nou ja, ik ga nog wel even door. Ik. Uh, Zag, zag vanochtend een, uh, een artikel en dat, dat ging over liefde. En um, bij dat moment dat ik dat zag, uh, dacht ik eigenlijk, eigenlijk is liefde een gek begrip. Hè? Liefde um, is <coughs> iets wat we hebben getiteld. Um, wat hoort bij verliefd zijn en nou ja, noem maar op. Um, maar zien en duidelijk maken kun je het niet. Je kunt het echt alleen maar voelen. En dat is echt wel iets geks, want we zijn allemaal overtuigd van die liefde. Iedereen is er helemaal echt totaal overtuigd dat dat bestaat. Want we voelen dat, dus het bestaat. Um, niemand kan het uittekenen of zien of zo. Je kan het niet fotograferen. Uh, je kan het niet vastpakken. Je kan het niet. Um... Ja, wat kan je het nog meer niet? Nou ja, je kan er eigenlijk weinig mee, behalve je kan het voelen, ervaren. En het geeft je een heel gelukkig gevoel. En uh, zolang het natuurlijk leuk blijft. Maar ja, laten we er even vanuit gaan. Uh, maar in ieder geval is liefde iets, iets heel moois en heel bijzonders eigenlijk. Want het is een heel intern proces. Uh, wat echt met twee mensen of soms wel met meerdere mensen te maken heeft. Maar in ieder geval is het echt een, een ziel tot ziel ding. Een hart tot hart, hart ding als je dat wil. En ergens kloppen twee mensen hun trillingsniveau, hun vibraties alles wie ze zijn, kloppen op dat moment heel erg. En ik zeg heel duidelijk op dat moment... want soms is het zo dat na een tijdje de trilling van twee mensen... die eerst die liefde zo ervaarden, uh, veranderd zijn. Waardoor ze even ja, uh, niet meer trillen met elkaar of niet meer blenden met elkaar. En uh, net als met een auto, die moet je af en toe uitlijnen. Um, ik weet niet of je dat weet, maar auto's uh, uh, die rijden en door de trilling... Gaan de banden op een of andere manier iets doen waardoor je op een apparaat moet. En uh, als je automonteur bent, correct me if I'm wrong. Uh, op een apparaat moet die, uh, waardoor de banden draaien en er een soort uitleiding komt, zodat de banden weer op goed niveau trillen en gelijk afsluiten, zodat je niet meer aan je stuur getrokken wordt. Dus het moet uitgelijnd worden. Er moet aandacht besteed worden aan die auto, aan die banden. Nou. Dat is dus ook hetzelfde met liefde. Je moet daar aandacht aan besteden. Je moet af en toe even uitgelijnd worden. Even uh, een beetje um, neuzen dezelfde kant op. Of misschien zelfs wel gewoon echt letterlijk uh, met elkaar praten, communiceren. Um, om weer die vibratie en die trilling op datzelfde niveau te krijgen. Als je dat natuurlijk wil. Want soms gebeurt het ook wel eens dat iemand dan zijn ja, trilling bij een ander heeft uh, aangevoelen passen. Uh, die voor dat moment weer klopt. En ik geloof dat iedereen moet doen wat, wat hij wil. Maar wil je nou kijken of, of je in een relatie waar liefde is of liefde was, misschien moet ik dat zeggen. Uh, wil kijken hoe je dat kan herstellen. Volgens mij moet je dan terug uh, naar het moment waar de trilling, zeg maar van elkaar afging of waar je niet meer met elkaar vibreerde of met elkaar kon communiceren of elkaar niet meer zo leuk vond. Er zijn altijd wel uh, momenten waarop dat dunner wordt. En daar moet je even naar terug, en niet zozeer terug om daar naar terug te gaan, uh, maar naar terugdenken, kijken, over praten. Van wat was daar, wat is daar gebeurd, wat er anders is, wat ben jij anders gaan doen en wat ben ik anders gaan doen. En op een gegeven moment zul je merken dat er vaak te maken heeft met een bepaald soort groeiproces die iemand doorgaat, en de ander op een andere wijze of niet. En uh, dat het soms even nodig is dat je weer bij elkaar komt of zo. Of dat je weer met elkaar. In zink komt, dus weer trilt op hetzelfde niveau. En dat is volgens mij de key van elke relatie, zowel vriendschappelijk als met je kinderen, als met je ouders, uh, als met je uh, partner. Dat het gaat over: vinden we hè, nog steeds hetzelfde leuk? Denken we er nog steeds hetzelfde over? Um, zo niet, kunnen we dan wel dezelfde uh, uh, trilling blijven behouden? Uh, en ja, toch onze eigen dingen blijven doen. Um, zodat we die liefde kunnen blijven voelen, of, of die trilling kunnen blijven ervaren, of die vibratie hoog kunnen houden. En uh, dat is volgens mij het allerbelangrijkste aller in welke relatie dan ook. En met dat ik dat zeg, snap je natuurlijk ook wel dat ik een sprongetje ga maken naar de spirituele wereld. Uh, waarbij die trilling en die liefde, die we, hoe, we dat, hoe we dat zeg maar connectie met ze maken, doen we op diezelfde trilling van liefde. Op diezelfde vibratie van liefde. Maar ook op datzelfde. Ja, hoe moet ik nou zeggen? <tus> op, op dezelfde frequentie of zo. Als dat we houden van mensen om ons heen. Ook van onszelf, uiteraard. En, um, maar je houdt altijd anders van andere mensen dan van jezelf. Voor jezelf heb je respect. Je gunt jezelf dingen. Um, je houdt van jezelf op een andere manier als je van anderen houdt. Dat, dat hoop ik dat je met me eens bent. Ben je het niet met me eens? Kunnen we daar best een keer een podcast over opnemen? Um, maar je, je moet. De, de, ja, dat is, dat is gewoon anders. Ik bedoel, je kan wel van jezelf houden, maar die stem in je hoofd kan je ook jezelf bekritiseren. Daar hebben we het een andere keer over? Um, maar de, de, de trilling en de vibratie. En de liefde die in de spirituele wereld is. Dat is eigenlijk dat is wat ze zijn. Dus om met ons te com moeten communiceren, moeten we dus. Um, die die uh, vibra vibratie zien te pakken ofzo. De connectie zien te pakken daarin. Ja, en dat, dat kan alleen maar door dat te onderzoeken en um, dat steeds te doen. Net als met liefde zie je dat niet. Je ziet niet de vibratie en de frequentie en de trilling van de spirituele wereld. Maar je voelt dat wel. Je kan dat ervaren. Je kan dat. <tus> ja, hoe moet ik dat zeggen? Je kan dat ook, ook in stand ervaren. Weet je, als je dit luistert en je bent niet aan het auto rijden, want dat lijkt me heel onhandig als je je ogen dicht doet. Uh, maar sluit heel even je ogen en, en vraag aan de spirituele wereld: laat me eens voelen hoe jullie trilling of jullie vibratie, hoe voelt dat? En let dan eens op wat intern, of bij je hoofd, bij je schouders, bij je hart, bij je voeten, bij weet ik veel wat. Hoe, wat gebeurt er? Voel je? Een, een... Voel je? Ja, voel je is altijd een heel gekke benaming. Voel je? Voel je. <laughs> maar ervaar je? Misschien is dat een beter Ervaar je verandering in je lichaam? Of ervaar je verandering in je emotie? Of voel je voel je, je enthousiaster? Of voel je je stiller? Of verander je stemming? Weet je, wat, wat gebeurt er op het moment. Dat je de spirituele wereld vraagt, kom er dichterbij. Laat maar even jouw vibratie en trilling voelen. En neem dan ook heel even een minuutje uh, de tijd om dat te gunnen te ervaren. Dus niet één seconde, ik voel het niet. Of één seconde, ik ervaar het niet. Uh, maar laat die, 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 die trilling en die vibratie, die we ook niet met onze fysieke ogen van liefde kunnen zien, uh, is tot je komen. En um, ja... Laat je even omringen met, met hun passie, met hun liefde, met hun trilling. Zonder iets gelijk te vragen of af te dwingen of, of help me of weet ik het niet. Ervaar het gewoon eens. En mijn uh, communicatie met deze wereld is op deze manier. Dus op het moment dat ik aan dat ik, ja, ze denk, dan kan ik ze voelen. Dan komt er niks uit. Dan zit er niet een, een, uh, gelijk een hele communicatiestroom aan of een. Nee, ik voel ze en ik ben ze dankbaar dat ik ze kan voelen. En ik ben mezelf dankbaar dat ik ze kan voelen. En spreek dan ook liefde in liefde naar ze. Dus, oh wat fijn dat ik jullie kan voelen. Of wat bijzonder jullie te ervaren. Of wat voel ik me um, vereerd dat, dat ik dit op deze manier uh, uh, voel. Ik hoop dat het voor jullie ook fijn is. En dat klinkt echt heel gek misschien. Maar zo benader ik de spirituele wereld. Ik dwing ze eigenlijk geen antwoorden af. Ik vraag wel dingen... Maar of ik nou echt antwoorden direct krijg? Nee, dat is eerder in de loop van de dagen of in de loop van de weken. of soms in andere gesprekken. Maar dat ik ze dan kan voelen en dat ze dichterbij komen. en dat deze wereld een wereld is ja, waar we ooit weer naar terug gaan. kunnen we er ook maar beter met liefde uh, alvast aan denken of ervaren. Um, en ieder op zijn eigen wijze en iedereen, iedereen op zijn eigen manier, maar zeker ook. Iedereen met eigen intenties. Ik bedoel, mijn intenties hoeven die van jou niet te zijn. En, en die van de buurman niet en noem maar op. Maar dat is hetzelfde met liefde. Wie, eh, van wie je houdt of um, uh, wie van jou houdt, dat is een heel. Weet je, we hebben visueel onze ogen nodig om soms aantrekkelijk, uh, uh, aantrekkelijkheid te ervaren. Um, maar hoe vaak hoor je niet dat mensen. En vooral vroeger toen er nog niet echt foto's bij online uh, waren, hoeveel mensen gewoon verliefd werden uh, op mensen met wie ze praten, gewoon omdat er een trilling klopte op dat moment. Ik bedoel, ik weet zeker dat, dat er heel veel mensen zijn die dit zullen herkennen. En dat is precies hetzelfde met de spirituele wereld. Je hoeft ze niet per se bij naam en toenaam te kennen om te weten dat ze je heel erg lief hebben en zullen helpen, omdat je ze benadert met een trilling van liefde. Een trilling van dankbaarheid en een trilling van... Ik ben dankbaar dat ik jullie mag ervaren of voelen. En er hoeft helemaal niet gelijk een, een, een dwang iets. Want dat doe je in liefde ook niet. In liefde ben je met elkaar samen soms op de bank of waar je ook wil zitten. En dan zit je naast elkaar van elkaar te genieten. En voel je elkaars aanwezigheid. En als het ware laat je dat op door bij elkaar te zijn op dat moment in tijd. Je aardt elkaar, je... je je bent heel erg intens bij elkaar op dat moment. En dat is hoe ik ook met de spirituele wereld omga. Ik laat ze bij me zijn. Of laten hun zich bij mij zijn. Nee, hoe, andersom. Ik weet het even niet andersom. Of je weet, is, is dat in elkaars aanwezigheid zijn uh, precies wat er nodig is om een relatie op te bouwen. Om de trilling goed af te stemmen op elkaar. En om dan later ook met elkaar te kunnen werken, mocht je dat willen natuurlijk. Maar wie weet, is het gewoon een tussen aanhalingstekens, egoïstisch stukje. Dat je gewoon even kan voelen hoe liefdevol deze wereld is. En hoe je dat ook soms kan missen. Nou, liefde is dus iets wat niet echt te pakken is, maar wat we allemaal kennen en voelen. Dus laten we er ook zo met de spirituele wereld omgaan. We hoeven het niet te zien, maar laten we erkennen en weten dat ze ons helpen, bij ons zijn. En heel graag in onze aanwezigheid willen zijn. En wij stiekem heel graag in die van hun. En mocht je het nou leuk vinden om met mij uh, een gesprek aan te gaan uh, over deze materie? En dat uh, spreken we over, geloof je, in een leven na de dood. En vanuit daar hebben we een mooi gesprek. Uh, meld je dan aan uh, ja, door middel van een mail te sturen. Of eventueel um, een berichtje hieronder onder te laten. En, of naar mijn website te gaan en daar een berichtje te sturen. Dat is rosita.belkadi.nl Ja, dan wens ik je een ontzettend fijne dag. En wie weet spreken we elkaar snel. En anders spreek ik je morgen weer.